Ik ben curator filmgerelateerde collecties en dat is zo'n woord wat ik vaak om uitleg bij wordt gevraagd, dus dat wil ik in ieder geval even in het kort doen. We hebben het zelf verzonnen om een beter woord te vinden voor non-filmcollecties, wat ooit gebruikt werd bij meerdere filmmusea, nog steeds trouwens. Een filmmuseum verzamelt meer dan alleen maar film. We verzamelen heel veel papieren materiaal, archieven van filmmakers en instellingen. We verzamelen enorm veel affiches waar het vandaag over gaat, foto's. We hebben zelfs bladmuziek die speciaal voor zwijgende film geschreven is. We hebben ook een soundtrack collectie. Nou, ga zo maar door. En één ding moet ik zeker nog benoemen, dat zijn de apparatuur, de filmapparatuur, camera's, projectors en allerlei aanverwante apparatuur. Dus het is een heel breed gebied. En daar curator voor zijn wil eigenlijk zeggen dat ik nergens een specialist op ben. Maar op het gebied van adviezen heb ik dat geprobeerd een beetje te compenseren. Voor de rest heb ik gelukkig een paar collega's die vrij goed in staat zijn om bijvoorbeeld op het gebied van filmapparatuur zich wat beter uit te drukken. Vandaag gaat het over Frans Boosen. Want hij is natuurlijk zoals je kunt verwachten in 1949 overleden, daarom sta ik hier. Boosen was een, ik moet eigenlijk zeggen dat we hebben een collectie van 83.000 affiches in AI. En daarvan zijn er 83 van Frans Boosen, dus dat is precies 1 promiel. Dat is wel grappig, maar het is ook een heel belangrijke subcollectie. Het is een goed moment nu om aandacht aan hem te schenken, omdat hij een zeer begaafd ontwerper is in de Nederlandse grafische geschiedenis. En in het bijzonder zijn filmaffiches zijn veel gewaardeerd. Filmaffiches zagen er oorspronkelijk vaak zo uit, versierde letteraffiches met een uitgebreide tekst die voor een omvangrijk programma van korte films reclame maakte. Het fraaiste voorbeeld uit de AI-collectie is deze uit de beroemde collectie van Jean de Smet, pionier in de Nederlandse cinema en vooral groot geworden als distributeur en bioscoop-eigenaar. Nadat hij jaren met een reisbioscoop op kermissen had gestaan, stichtte hij vaste bioscopen in Rotterdam en Amsterdam in de jaren 1909 en 1910. En dit affiche gaat dus over de Rotterdamse Parisien-vestiging. In de jaren die volgden maakte de film een ontwikkeling door naar langere fictiefilms. Programma's bestonden uit minder onderdelen en films groeiden naar de ons vertrouwde speelfilmlengte. Genoemde Jean de Smet bewaarde gelukkig ook een groot deel van de filmaffiches die hij vooral in de jaren 1910 tot 16 verspreidde voor voornamelijk buitenlandse speelfilms. Nederland kende nog slechts een minimale eigen productie en het geld in de bioscopen werd verdiend met films uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Italië en ook langzamerhand steeds meer de Verenigde Staten. Ook hier zien we nog wel letteraffiches terugkomen, zoals bij dit Duitse affiche. Maar al snel verschenen affiches met een getekende filmscène. Dus dat is al meteen een heel ander beeld. En als het even kon, lieten die scènes natuurlijk een spectaculaire scène uit de film zien, in het geval dat het representatief was. Het komt trouwens even zoveel voor dat het beeld op een affiche helemaal niet terug te vinden is in de film. Omdat de makers van de affiches die films heel vaak nog niet gezien hadden. En dan moesten ze het doen met een verhaaltje of met een foto. Liefst, in die tijd was er ook al heel veel behoefte aan spektakel. En spektakel in de jaren 10 is natuurlijk anders dan nu. Maar auto's vond men toen bijzonder eng en hele gevaarlijke dingen. Dat zie je eigenlijk steeds terugkomen. En deze spectaculaire scènes waren natuurlijk helemaal mooi om op affiches te zetten. Dit is een Duitse film, dat is Geheimschloss uit 1914. En je ziet zelfs dat het nog spectaculairder kan. Een dame op vliegtuig op weg naar een boot in Vittoria Omorte uit 1913, een Italiaanse film. En wat opvalt bij deze affiches is juist weer het hele geringe gebruik van tekst. En bij deze affiches is er zelfs helemaal geen tekst, zelfs geen titel. Dat werd dan vaak opgelost door een losse strook in de landstaal van het land waar die werd vertoond over het affiche heen te plakken. En dat is in deze collectie ook bijzonder veel gebeurd. Gelukkig zijn we die bij het conserveren allemaal weer eraf weten te halen.
In Nederland hielden ontwerpers zich nog nauwelijks met filmaffiches bezig. Een van de eerste bekende ontwerpen van Nederlandse hand is dit affiche voor het proces Begeer. Een film van de regisseur Theo Frenkel senior. En het affiche is ontworpen door Charles Verschuren. Dat was een vrij bekende ontwerper die voornamelijk theateraffiches heeft gedaan. Bij ons is het enige affiche van zijn hand. Het aardige van dit affiche is dat de druktechniek linoleumsnede is, terwijl op dat moment lithografieën ofwel steendrukken het meest gebruikt werden. En daar komen we vanzelf bij Frans Boze uit. Die deze ondergewaardeerde techniek, want daar was altijd veel kritiek op, tot grote hoogte zou ontwikkelen. Boze is begonnen als leerling letterzetter, maar hij was veel ambitieuzer dan dat. Hij wilde zelf ook tekenen en ontwerpen. Hij volgde teken- en houtsnijlessen bij de Kunstnijverheidsschool en de Amsterdamse Grafische School. En bij die laatste Amsterdamse Grafische School leerde hij ook linoleum snijden. Wij kennen linoleum natuurlijk voornamelijk van vloeroppervlakken, maar het was heel geschikt om voor druktechnieken te gebruiken. En vooral voor reproductietechnieken. Circa 1923 ging Boze werken bij de Amsterdamse drukkerij De Brakke Grond. En een van zijn vroege linoleumsnedes, die je hier ziet, die vertoont nog wel sporen van de oude letteraffiches, met veel informatie over de theaters en de openingstijden. Maar het laat ook zien dat Boze een voorkeur had voor symmetrie en ruimtelijk ontwerpen. Al snel werd duidelijk dat Boze de linoleumsnede, die onder vakgenoten regelmatig als ondermaatse techniek werd versleten, bijzonder goed beheerste. Hij was in staat met vele sprankelende kleurlagen te werken. Je moet dus je voorstellen, in de druktechniek is elke kleur is een nieuwe snede. Het is dus bij linoleumsneden alweer een stuk makkelijker dan bij zo'n zware steen die in de lithografie gebruikt werd. En hij gebruikte natuurlijk weinig tekst en kon wel redelijk gedetailleerd hiermee omgaan. Voor ons gevoel zijn het vooral heel ruimtelijke affiches met grote kleurvlakken. Maar juist die wat fijnzinnigere onderdelen van het ontwerp, die werden erg geroemd in die tijd. Zoals ik al zei, wilde Boze meer dan alleen drukken. Dus hij wilde zich ook als ontwerper ontwikkelen. Dit zijn ook echt eigen ontwerpen van hem. De Brakke Grond had geen grafische ontwerpers in huis. En ontwerpen werden gemaakt door een groepje tekenaars. Die zaten in dezelfde studio als de linoleumsnijders naast elkaar aan tafel. En dan moest de linoleumsnijder dus de tekening uitwerken. Maar Boze die ging al snel bij de dingen zelf doen. Dus hij werd eigenlijk een driepoot, zeg maar, een ontwerper, een snijder in dit geval en een drukker. In 1923 werd in het vakblad Het Tarief over hem geschreven, en dan citeer ik: "Doch ook voor de linoleumsnede moet men iemand hebben die de gevoeligheid van het materiaal door en door kent. Dat is bij Boze in het geval. Hij weet wat hij ermee bereiken kan en richt daar reeds zijn ontwerp naar in. Kunstenaar en handwerker zijn hier in één persoon verenigd." En dat is best bijzonder, want juist in die vakbladen werd deze techniek vaak afgekraakt, omdat de mensen die er iets minder goed mee omgingen nogal saaie ontwerpen maakten. In zijn oudere affiches kun je nog wel kenmerken vinden van de heersende stijlen van dat moment, met verwijzingen naar Art Deco en de Amsterdamse school. Het is bijvoorbeeld te zien in een aantal kaderaffiches die hij maakte voor Amsterdamse bioscopen. Deze affiches kon je dus meermalen gebruiken met telkens een nieuw programma wat je in het witte vlak kon printen. Maar je ziet ook al langzamerhand een ontwikkeling naar een wat meer eigen stijl, zoals bij het laatste affiche voor Apollo Theater. Boze ontwikkelde, zoals gezegd, deze techniek en ook het drukken in oplagen steeds verder. Linoleumsneden waren makkelijker te hanteren dan de stenen die in de lithografie werden gebruikt en daarom uitermate geschikt voor oplagen. Als het ontwerp tenminste wel voldeed aan kwaliteitscriteria. Men was in die tijd vooral gewend aan lithografieën. Hier heb je wat voorbeelden daarvan. Je hebt hier een Duits voorbeeld aan de linkerzijde van de beroemde ontwerper Jozef Fennecker.
En daarnaast een Russisch affiche van Lavinsky. Nou is het wel een beetje onzeker bij sommige van deze affiches uit onze collectie of die in, deze in Nederland ooit te zien zijn geweest. Maar er waren wel veel internationale contacten. Dus het is helemaal niet onmogelijk dat ze wel bekend waren. En wat zeker bekend is, is dit affiche. Want dit komt uit de Nederlandse collectie die in 1957 naar het Filmmuseum is gekomen. Metropolis is natuurlijk een bekende film en ook een heel bekend ontwerp. En we hebben vanuit dezelfde collectie ook dit Amerikaanse affiche. Dus er zitten ook heel grote verschillen in. De verzamelaar en de schenker van deze collectie was overigens Piet Zwart. De beroemde fotograaf en vormgever. De ontwerper trouwens van het Amerikaanse affiche is onbekend. Dat is ook even een... Ik heb het vandaag niet veel over auteursrecht, maar dat is een van de dingen waar wij veel mee te maken hebben. Geen idee hebben wie de ontwerper daarvan is. Dat met name in de Verenigde Staten er maar vaak van uitgegaan moet worden dat de productiemaatschappij de rechten had afgekocht. Of in ieder geval dat het affiche in dienst was gemaakt. Maar helemaal zeker kun je dat dus niet altijd zeggen, want het wordt nog steeds herontdekt dat er toch ontwerpers achter zitten. In Nederland zag je intussen ook wel steeds meer gevarieerde affiches opduiken. Dit is een leuk affiche voor Le Cirque Hollandais, Hollandse Circus. Een film uit 1924 en gesigneerd met L. Bub. Ons verder helemaal niet bekend. Ik kan me aanbevolen als iemand zou weten wie dat is, maar ik heb er niets over kunnen vinden. En dit is wel hier hebben we een affiche van Carlo Jung, wel een bekend ontwerper. Voor die beroemde Nibelungenfilm uit die tijd. En wat je ook ziet is dat je vaak een strook bovenaan het affiche had waar de plaatselijke bioscoop dan zijn naam op kon drukken. En dat wisselde dus per plaats. En het is wel grappig in onze collectie dat je soms uit de meest vreemde windstreken die affiches op de kop kunt tikken. Want die zijn zo zeldzaam. En dan heb je soms een bioscoop uit Assen of zo waar je opeens een affiche van kunt aankomen. Maar voor zover even terug naar Frans Boos. Zijn beste werk voor de brakke grond moest nog komen in de jaren 25 tot 27. Toen werd er in het tijdschrift De Chroniek nog geschreven, een soort lofzang. Er zijn nu eenmaal technieken waarbij bepaalde namen niet onvermeld mogen blijven. Zo heeft Frans Boos zich tegenover de linoleum snijkunst buitengewoon verdienstelijk gemaakt. Hij sneed in dit soepele materiaal tal van reclameplaten in kleur en bereikte daarin een bijzondere zachtheid, een geleidelijkheid in overgangen, een tederheid van aanzien. Nou, een mooie omschrijving. En dat laatste kun je mijns inziens wel goed zien aan dit affiche voor het Zopf und Sveert. Het aardige hiervan is ook nog dat het niet alleen gemaakt is voor een Duitse film, maar ook voor de Duitse markt. Dus dat Bozen ook daarvoor heeft gewerkt. En wat ook nog bijzonder, een paar voorbeelden. Ik laat vooral heel veel graag zien, zoals je wel merkt. Dit is een van zijn mooiere linoleumsnijders. Voor The Lost World, een Amerikaanse film uit 1925. Een affiche wat overigens binnenkort in het Tylers Museum in Haarlem te zien is bij een tentoonstelling over dinosauriërs. Omdat dit een van de voorbeelden is van hoe werden dinosauriërs nou door de tijd heen afgebeeld. En heel vaak niet kloppend met wat we na de hand in de wetenschap hebben ontdekt overigens. En als ik het goed begrijp mag het Tylers Museum dus dit in het al het reclame dadelijk vrij gebruiken. Ik zal ze dat nog even vertellen. Salambo was een Franse historische film uit 1924. Die handelt over Carthago. En ja, ook een bijzonder fraai ontwerp. Er is jaren geleden ook een heel leuk boekje geschreven door een paar voormalige collega's van mij. Die hebben op de cover van dat boekje over Frans Boze dus dit affiche geplaatst. Een van de fraaiste uit zijn collectie. Faust was een film uit 1926 van Friedrich Murnau. Fantastische film. En dit affiche wat toch redelijk spectaculair vindt voor de jaren 20.
Is voor een Duits-Britse co-productie van Leander de Cordova, 1925. En het blijft dus opvallen hoe minimaal de informatie eigenlijk is die op het affiche staat. Het blijft hier echt tot de titel beperkt. Nou, grote veranderingen bij de brakke grond. De drukkerij kwam los van de veilingen en de andere afdelingen. Het was een heel breed bedrijf, maar dat werd gesplitst. En dat waren voor Frans Boze blijkbaar aanleiding om over te stappen naar een andere werkgever. Dat werd de drukkerij Teulings, ook in Amsterdam. En toen stapte Boze tevens over op die lithografische techniek. Ook met deze techniek liet hij zien fraaie affiches te kunnen ontwerpen. Voor de Amerikaanse film What Price Glory van Raoul Walsh uit 1926. Liet hij zien dat hij deze techniek ook fijnzinnig kon uitvoeren, gecombineerd met een kernachtig beeld en een minimum aan tekst nog steeds. En dit affiche heeft hij gemaakt voor de Duitse film Der Geisterzug, 1927, waar hij een hele duistere sfeer weet neer te zetten. Ik denk dat de spoorwegen dit niet als reclame zouden gebruiken. Boze ontwierp waarschijnlijk ongeveer 150 filmaffiches. Naast veel ander drukwerk en affiches voor productreclame en politieke partijen. Met name voor het katholieke volksdeel was de religieus geïnspireerde Boze actief. Naast affiches voor de RKSP en de KVP komt dit ook terug in de sommige van zijn filmaffiches. Hoewel film in de jaren 10 door de kerk nog werd met argusogen werd bekeken. En met name bestreden door de eigen katholieke censuur. Zag men toch ook de mogelijkheid om door middel van religieuze thema's de film als propagandamiddel voor de eigen doel te gebruiken. Men richtte hiervoor onder andere witte bioscopen op, maar alleen door de katholieke filmkeuring goedgekeurde affiches werden gedraaid. En daar heeft Boze dit kaderaffiche voor ontworpen. Daarnaast zien we in Boze's oeuvre affiches voor Bernadette, het Mirakel van Lourdes, een Franse film uit 1926. En De ontbladerde roos, een eveneens Franse film uit 1926 over de heilige Theresia. Beide laatstgenoemde affiches zijn overigens weer linoleumsneden uit de tijd van de brakke grond. Boze, die in 1933 naar Haarlem verhuisde en vooral voor uitgeverij De Spanenstad ging werken, maakte daar geen filmaffiches meer. Wel werkte hij juist daar veel voor katholieke organisaties. Ik vind het eigenlijk frappant hoe we weinig Nederlandse ontwerpers in deze periode hebben gezien. Ik heb al gezegd, voor Boze was er ook heel weinig bekend. Ook in dezelfde jaren hebben we heel weinig voorbeelden van in onze collectie. Eigenlijk bijna opvolgend, alsof Boze moest worden opgevolgd, kreeg je Dolly Rudeman, een vrouwelijke ontwerpster, wat ook best bijzonder was in die tijd voor filmaffiches. Die ook in dezelfde stijl als Boze eigenlijk werkte. Met een heel kernachtig beeld, weinig tekst. En op litho uitgevoerd overigens, wel met lithografische techniek. Het heeft ook een hele reeks heel mooie affiches. Maar zoals je ziet moeten we nog behoorlijke tijd wachten voordat die publiek domein worden. En zo had je ook Henri Pieck. Dat is de broer van de beroemde Anton. Die eind jaren 20 begon filmaffiches te ontwerpen. En het opvallende is dat zijn affiches vaak werden gemaakt voor Sovjetfilms. Die in Nederland nog niet zo makkelijk te zien waren, maar die vooral door de Filmliga toen naar Nederland werden gehaald. Nou, wat even een aardig verhaal is hoe die affiches van Frans Boze nu bij het Filmmuseum terecht zijn gekomen. Het is in 1953, dus enkele jaren na het overlijden van Boze, kreeg de toenmalige directeur van het Filmmuseum, Jan de Vaal, het aanbod om keuzes te maken uit de Boze-affiches. Deze waren in bewaring gegeven aan de paters verbonden aan het Haarlemse Mendel College. Wat de Vaal niet selecteerde, bleef vervolgens liggen in het werkhok naast het tekenlokaal. En er zijn verhalen over dat dus die tekenleraren door de jaren heen zo nu en dan die affiches uit dat hok haalden en aan de leerlingen als voorbeelden lieten zien. Nou, eigenlijk heel, heel graag gebruik van maakten, maar verder niet als kunst zagen die op een andere manier bewaard moest worden. Er was een tekenleraar in 1986 die zelf ook kunstenaar was en nog steeds actief is overigens.
Die ze onder aandacht bracht van het Frans Hals Museum in Haarlem. En nou, om een lang verhaal kort te maken, daar werd men er meteen enthousiast over. Zag er brood in om daar aandacht aan te besteden. Er werd een boekje gemaakt, er werd een tentoonstelling georganiseerd. En het hield eigenlijk een hele herontdekking van Frans Posen in. En het werd in Haarlem natuurlijk heel graag gepresenteerd als een Haarlemse ontdekking, want daar waren de affiches opgedoken. Hoewel er geen één affiche van deze collectie, van de filmaffiches althans, in Haarlem was gemaakt. De rest van de collectie na de tentoonstelling ging gelukkig naar AI, wat ik al straks al zei. We hebben nu 83 affiches. We hadden er eigenlijk 82. En zo heel nu en dan, dat is een paar jaar geleden gebeurd, duikt er nog eens eentje op een veiling. En dan kan ik er nog eentje bij verwerven. De affiches die uit die tijd zijn overgekomen, moesten wel allemaal gerestaureerd worden. Maar dat, zoals je hebt gezien, was er aan de kleuren weinig fout. Het was vooral dat ze geplakt waren op kartonnen, zwarte achtergronden en daar goed van moesten worden afgehaald. Ja, dus wat ik al zei, de affiches zijn eigenlijk heel goed bewaard gebleven. Ik wil toch nog even een paar illustraties doen van zijn affiches. Wat je, de man die je best vaak terug ziet komen bij Bozen is Douglas Fairbanks, een toen hele beroemde Amerikaanse acteur. Maar de drie affiches die je nu ziet zijn behoorlijk verschillende ontwerpen. In het midden Fairbanks en nog een keertje op dit affiche voor Don Q, The Son of Zorro. Ook weer linoleumsnede uit 1926. Eigenlijk kun je toch zeggen dat die linoleumsnede is wel de echte top, het meest aparte zijn in zijn oeuvre. En tenslotte wil ik je nog dit affiche laten zien, Dante's Inferno. Weer zo'n heftig affiche. Naar een Amerikaanse film uit 1924, met een film met een zware moraal en een onheilspellend lot voor de kwade geesten in de mens. En ik denk dat het een moraal is die hardwerkende katholiek Frans Bozen wel aanstond. Dat was het.